Topnames. Iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Te gast is David Soussan. David, je bent van Circle of Parents. Klopt helemaal. Wat doen jullie? Wij zijn een online platform waarop ouders tweedehands kinderkleding kunnen kopen en verkopen. En waarom ben je dat gaan doen? Had je zelf behoefte aan die kleding? Nou, ik ben zelf iets te groot voor de kinderkleding. Dat is ook niks wat ik op het platform kan vinden. Maar ook geen vader? Ook geen vader, inderdaad. Wij zijn ontstaan vanuit een studieprogramma op de Universiteit van Amsterdam. Hierbij heb je 5 maanden om een start-up op te richten. Bij dit studieprogramma heb ik ook mijn andere co-founders gevonden, Julius en Lucas. En met z'n drieën, nadat we ons team hebben gevormd, zijn we gaan kijken naar wat voor start-up wij wilden vormen. En dit idee is eigenlijk ontstaan vanuit voetbalschoenen. Wij hebben zelf allemaal gevoetbald toen we jong waren. Lucas en ik voetballen nu nog steeds. En toen we jong waren, hadden we elke keer nieuwe voetbalschoenen nodig, die best wel duur zijn. En we waren alweer uitgegroeid voordat die voetbalschoenen echt versleten waren. Dus toen we een beetje zo over voetbalschoenen aan het praten waren, aan het kijken wat we daarmee konden doen, hebben we de stap gezet naar kinderkleding in het algemeen. Omdat we zagen dat daar eigenlijk heel veel kinderkleding op de hele wereld omgaat, die nog heel goed vaker gedragen kan worden en die waar de kinderen al uitgegroeid zijn voordat de kleding echt versleten is. Ja, we gaan straks eventjes uitgebreid praten over hoe je van dat idee naar een product gekomen bent. Ja. Maar eerst eventjes voor het beeld. Waar staan jullie nu? Wat voor bedrijf zijn jullie nu? Nou, wij zijn echt heel erg in de ontwikkeling. Vijf en een halve maand geleden zijn we begonnen met dit studieprogramma. Toen hebben we elkaar ontmoet. Hebben we gelijk dit idee gevormd en zijn we eigenlijk begonnen met ons onderzoek. Dit onderzoek heeft een hele tijd geduurd. We hebben hier met heel veel ouders gesproken om te kijken, wat is precies het probleem wat ouders ervaren met die kinderkleding? En op welke manier kunnen wij dat oplossen? Dus wat is precies wat de ouders willen? Nou, hier hebben we een aantal maanden over gedaan om met veel ouders te spreken, om te kijken wat we precies moesten maken. En nu zijn we ondertussen 1,5 maand echt live en online. Dus dit is waar we nu staan. Dus we krijgen nu nieuwe gebruikers. Er worden wat aankopen gedaan. Maar heel erg in het begin dus en in de ontwikkeling van ons platform. Ja, even voor de duidelijkheid, even voor wie zit te kijken. Zijn jullie een serieuze start-up of is het een studiegeintje? Of geintje, een noodzakelijk onderdeel om je diploma te halen. Maar gaan jullie hier serieus mee door? Of is het alleen maar laten zien dat het kan? Nou, duidelijke vraag. Nou, wij zijn absoluut een serieuze start-up. Toen we begonnen met dit studieprogramma, was de eerste stap was eigenlijk het maken van een team. Dus je komt met iets meer dan 60 studenten bij elkaar. En dan ga je teams maken van 3 of 4 personen. En wij hebben elkaar uitgekozen met het idee om echt iets te maken waar we verder mee kunnen na dit studieprogramma. Het studieprogramma is nu ook 2 weken geleden ongeveer afgelopen. En nou, dat is eigenlijk, voor ons gevoel, is het sindsdien echt begonnen om nog verder te gaan groeien. Dus we hebben het hele studieprogramma meer gebruikt om alle tools van de UvA te kunnen meenemen. Om echt iets op te zetten wat we verder kunnen, waar we verder mee kunnen gaan. Ja, nou trek ik ook wel eens de parallel met een journalistieke opleiding. Dan zeg ik altijd van, goh, weet je, daar leer je schrijven of radio maken of video maken, noem maar op. Maar uiteindelijk gaan mensen vaak vanuit hun passie aan het werk. Want dat is eigenlijk veel belangrijker. Ja. Je maakt mij niet wijs dat je als student een passie hebt voor kinderkleren. Waarom ben je daar nou mee begonnen? Ja, nou, heel erg leuk. Ja, eigenlijk, toen we begonnen met dit studieprogramma, toen hadden we nog niet direct dit idee over kinderkleding. Maar zodra we hier een beetje over begonnen te praten en vooral toen we met ouders begonnen te spreken, zijn we heel erg enthousiast over geworden. Waarom? Ja, we merkten dat dit echt iets was waar ouders veel duurzamer mee om kunnen gaan. Dus veel ouders die hebben kasten thuis vol met kleding die nog goed gedragen kan worden, maar waar hun kinderen uit zijn gegroeid. Of ouders die kopen dure nieuwe aankopen, wat ook niet nodig is, want die kleding moet opnieuw nieuw geproduceerd worden. En hoe meer ouders we spraken, hoe meer energie en enthousiasme wij kregen om hier echt mee door te gaan. Hey, dat je dan ziet dat hier ruimte voor is, hè? Kasten vol met kleding en andere mensen die kleding nodig hebben, die snap ik ook. Alleen mijn eerste gedachte is, ja, het is toch het is zeg maar peanuts wat jij mee kan verdienen. Business-wise, is dit een grote markt? Nou, het is een heel grote markt. Zeker in Nederland wordt er ongeveer 1 biljoen euro per jaar uitgegeven aan kinderkleding. Je bedoelt een miljard. Een miljard. Ja. Excuus.
Ik zit nog met Engelse termen in mijn hoofd. En nou, dat is ongeveer 45 euro per kind per maand. Dus zoals je het, vanuit het geldperspectief ziet, is dat erg groot. Verder is het zo dat de marges natuurlijk heel erg klein zijn op kinderkleding. Dus om daar als start-up echt geld aan te verdienen, moet je heel erg groot zijn. Dus voordat we dat punt hebben bereikt, dat is nog wel een paar stappen verder. Maar daar is zeker wel markt voor. En dat is meer gebaseerd op het totale geld wat omgaat in kinderkleding. Even voor de beeld, marktplaats. Dus het principe is eenvoudig. Ik ben vader, we hebben kleding thuis die wij niet gebruiken. Ik zet die bij jullie op marktplaats. Ja. Stekel is een vader en die zoekt kleding en die gaat het vinden. Jullie pakken een bedrag per transactie of een percentage per transactie. Ja, klopt. Per transactie gaat 10% commissie naar ons toe. En 2 euro wat de koper betaalt, dat gaat ook naar ons toe. Dus we hebben een klein stukje van de verkoper, een klein stukje van de koper. Waardoor we de kosten waarmee we het platform kunnen onderhouden zo hebben gedekt. Als je zegt, we hebben hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. Dus je weet dat ongetwijfeld veel, veel beter dan ik. Nu heb ik, als ik denk aan, noem even het begrip jonge ouders. Wat eigenlijk meestal betekent ouders met jonge kinderen. Ja. Willen heel vaak, die geven kapitalen uit aan de babykamers, kinderkamers, inrichten, et cetera. Willen het beste voor hun kinderen doen. Ja. En dat is niet automatisch tweedehands kleding. Dat is niet automatisch iets van een ander. Ja, nou is wel te zien dat veel ouders nu ook wel bezig zijn met tweedehands kleding. Dat is ook wel een deel waarvan uit ons idee is ontstaan. Omdat ouders helemaal niet tevreden zijn over de huidige alternatieven. Dus ouders die zijn er al mee bezig. Daarnaast in ons onderzoek, waar we met meer dan 100 ouders hebben gesproken, bleek dat ouders hier ook nog veel meer mee bezig willen zijn. En zich heel erg bewust zijn over de duurzaamheid van tweedehands kleding. En je ziet natuurlijk nu in de hele maatschappij dat duurzaamheid steeds een groter thema wordt. En het is het eigenlijk al geworden de laatste jaren. Bij volwassenen kleding is deze stap al gezet. En wij zijn nu eigenlijk die stap aan het zetten met kinderkleding. Dat tweedehands kinderkleding echt de standaard wordt. Ik kom uit een atypisch ouder situatie misschien, maar wij kochten altijd al. Eigenlijk kochten wij op Koninginnedag voor het hele jaar kleding voor onze dochter. Ja. Voor een paar euro. Ja, dat is geweldig. En mijn partner die had dan ook precies, die wist precies naar welke straten in Zuid ze moest. Ja. Waar zeg maar de duurdere merkkleding op straat geflikkerd werd. En ze dan 's ochtends vroeg ging. Dus wij deden dat altijd al. Ja. Ja. Ja, nee, dat is heel erg leuk. Wij zagen ook toen we met al deze ouders aan het praten waren, dat er best wel ouders zijn die daarmee bezig zijn, die dat ook al doen. Maar die toch nog maar van een klein deel ervan gebruik maken. Een deel nieuw kopen of een deel toch thuis laten liggen. Ja. Wat er nu eigenlijk te veel tijd kost of te veel moeite. Dus in dit geval zou het eerder zijn ouders die dan niet wachten op Koninginnedag of Koningsdag. Maar goed, tot zover de herkenning. Ik denk van ja, weet je, ik snap dat. Tweedehands kinderkleding. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat de kleding, met name kleding, wil je aan hebben. Ja. En de grote webwinkels hebben dat opgelost natuurlijk doordat je alles onbeperkt retour mag sturen en andere maat mag bestellen. Maar zo werkt het natuurlijk niet bij tweedehands. Nu komen we ook aan de situatie, bijvoorbeeld in Amsterdam heb je volgens mij, nou ik zat net even te googlen, ik denk dat je wel 60 winkels hebt in tweedehands kinderkleding. Van, is dat niet de belemmering? Dat mensen uiteindelijk liever gewoon een uitje even met je kind naar zo'n winkel en dan trek je van alles en nog wat aan en kijk je hoe het staat en dat mensen dat willen? Ja. Of blijkt uit jullie onderzoek wat anders? Ja, nou dat is heel erg goed. Ik moet bekennen dat ik zelf ook ervan hou om iets aan te hebben voordat ik het koop. Maar die cijfers heb ik nu even niet in mijn hoofd zitten. Maar je ziet wel dat online shoppen voor kleding steeds aan het groeien is. Dat is, wordt elk jaar meer. Ja, maar het is wel gebaseerd op die idiote returns. Want dat is in het nieuwste, de laatste tijd. Ik geloof dat ongeveer de helft wordt teruggestuurd. Omdat het verkeerde maat is. De kleur is niet zoals je hem verwacht had. Hoe werkt dat bij jullie? Ja, wij willen in principe werken vooral op een manier door te voorkomen. Dus we willen dat er duidelijk communicatie is tussen ouders. Dit is ook iets waarvoor we echt dieptegesprekken hebben gehad met ouders. Om te kijken, wat willen jullie precies weten voordat je iets koopt? Om eerst nog even terug te komen op de vraag hiervoor. Uit zijn eigen onderzoek was ook gebleken dat al 40% van de ouders die we spraken kinderkleding ook online koopt. Dus daaruit hebben we ook gebaseerd dat
Nou, er wordt wel kinderkleding online gekocht, dus zonder dat het eerst aangeraakt is of aangetrokken. Maar daarnaast, we willen dus vooral voorkomen dat, dat de kleding niet overeenkomt met wat er echt verkocht wordt door een duidelijke communicatie. Dus ouders die kunnen met elkaar chatten voordat iets overgenomen wordt. En wat we nu ook willen uitbreiden op het platform is de informatie die bij een kledingstuk staat. Dus bijvoorbeeld vinden ouders het belangrijk dat de kleding uit een huis komt waar niet gerookt wordt of geen huisdieren zijn. Maar misschien ook hoe het valt, dus of het net iets groter valt of iets kleiner dan de maat. Dus op die manier hopen wij het vooral te kunnen voorkomen. Want het komt natuurlijk van een kind die het heeft aangehad. Dus een ouder die dan ervaring mee heeft hoe het valt of hoe het zit voor een kind. En door duidelijke communicatie tussen ouders over dat dat voorkomen kan worden. En dat is dan weer anders dan bij nieuwe kleding die je online bestelt. Dat bestel je en dan zie je het en dan kijk je of het past of niet. Hierbij kan je echt met iemand die er al kennis van heeft overleggen over hoe dat er precies voor staat. Hoeveel moet er verkocht worden op jullie platform voordat jullie er als initiatiefnemers van kunnen leven? Ja. Even kijken, dan moet ik die cijfers nu goed bij de hand hebben. Ik vraag niet om precies, maar ik probeer een beetje een beeld te krijgen van hoe groot zo'n platform moet zijn voordat het economisch interessant genoeg is. Ja. Even kijken, dan de cijfers. Die kunnen we dan beter jaarlijks zien. Er moet een omzet worden gemaakt. Er moet kleding gekocht worden voor ongeveer 2 miljoen euro in een heel jaar. Dus dit is iets wat we niet dit jaar gaan bereiken. Ook niet volgend jaar, maar we naartoe willen groeien. En op zo'n manier kunnen we ervoor zorgen dat wij zelf het platform kunnen onderhouden. Is het zo dat we hier nu nog helemaal niet naar hoeven te kijken. Omdat we eigenlijk zelf de kwaliteiten binnen huis hebben om het platform ver te kunnen ontwikkelen. Maar, geloof ik, hè, want je hebt technische kennis in huis, en je hebt allerlei kennis in huis, maar een belangrijk ding van dit soort dingen zal naamsbekendheid, marketing, et cetera zijn. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat voldoende ouders hiervan afweten? Ja, hier zijn we op verschillende manieren mee bezig. We zijn heel erg in het begin, dus er zijn verschillende kanalen van marketing eigenlijk aan het onderzoeken. Wat we zien dat nu goed werkt, dat is vooral via Facebook. Een heel groot deel van onze doelgroep, dus ouders die bevinden zich op Facebook en die kijken daar ook heel vaak op. Via advertenties op Facebook kunnen wij ouders aanspreken die dan ook weer naar onze pagina komen, zich aanmelden op de website en zo kunnen ze vaker van ons horen. Maar wat zeker iets is waar we mee bezig zijn om verder te kunnen groeien, is dat ouders het vooral aan elkaar zullen vertellen. Dus ja, dat kan op verschillende manieren, maar dat willen we vooral gaan creëren door een waarde die het platform heeft. Dus dat het echt iets extra's biedt voor ouders, dat een ouder vanzelf tegen iemand anders vertelt dat dit iets is waar je moet kijken. En daar zien we mogelijkheden om in te groeien. Alle platforms werken heel erg met ratings, hè? Met rating van de koper, rating van de verkoper. Hè? Uiteindelijk moet je een goede naam hebben, zeg maar, als koper of verkoper. Ja. Als je bijvoorbeeld bij Airbnb zit of bij Uber, werkt het natuurlijk ook zo. Over het algemeen werken de platforms zo. Ja. Hoe doen jullie aan kwaliteitsbewaking? Ja, dat is heel erg goed. We hadden het net ook over met het terugsturen van kleding. Dat we dat dus vooral willen voorkomen en om de kwaliteit op het platform te bewaren. Daarom kunnen ouders reviews op elkaar plaatsen. De voorbeelden die jij noemt, Uber, Airbnb, dat zijn eigenlijk de grootste voorbeelden die bekend zijn over succesvolle review systemen. Mensen die willen een goede indruk achterlaten, dus zullen daarom ook minder snel een kledingstuk opsturen terwijl er eigenlijk een gat in zit. Dan krijg je een slechte review. Dus dat is wel de hoofdmanier om ervoor te zorgen dat dit op een betaalbare manier werkt. Ja, nu zijn jullie net begonnen, hoor. Dus ik snap dat je zo'n platform aan de gang moet krijgen. Maar wat ik op dit moment op jullie platform zie, zijn wel vooral aanbieders van commerciële partijen. Dus tweedehandsjes.com, een zekere Joyce die volgens mij een paar honderd artikelen op je website aanbiedt. Ja. Daardoor heeft het platform zoals het nu staat totaal ander karakter dan wat jij beschrijft. Voor mij. Ja. Hoe zit dat? Wat is het jullie ambitie om uiteindelijk weer een aggregatieplatform te worden voor winkels in tweedehands kinderkleding? Ja. Of
want tot nu toe hebben we het alleen maar gehad over individuele ouders die hun kleding daar willen verkopen. Hoe moet ik dit plaatsen? Ja, ons doel is er om echt naartoe te gaan naar een platform waar ouders elkaar kunnen vinden. Maar als je zelf, zoals je zelf eigenlijk aangeeft, heeft een platform veel uitdagingen in het begin. En we zijn dus ook net begonnen. En de grootste uitdaging is dat het aanbod goed in balans is met de ouders die komen kijken. En zo zagen wij na een aantal weken dat we online waren. En best wel in onze ogen best wel wat aanbod hadden verzameld. Dat het eigenlijk nog niet genoeg was dat ouders echt wat gingen kopen op ons platform. En daarom, om nu echt meer platform te kunnen laten groeien, zijn we inderdaad een samenwerking aangegaan. Zodat we een breder aanbod kunnen laten zien. En dat er voor elke ouder ook nu wel echt wat te vinden is. Dus het is wel echt. Maar wat voor samenwerking bedoel je dan? Dat de producten van deze website, dus tweede handjes, dat die ook bij ons aangeboden worden. Okay. En dan zijn er daarnaast ook honderden producten van ouders die dat zelf geplaatst hebben. Maar om nu echt een breed genoeg aanbod te kunnen bieden, was zo'n samenwerking voor nu wel echt nodig. Ja, snap ik, want je moet ergens die drempel over qua aanbod. Ja. Je zegt, een platform heeft vele uitdagingen, noem er nog eens een paar. Want daar hebben jullie natuurlijk uitgebreid in verdiept. Wat is het grote ding als je een platform wil beginnen? Ja, ja. Behalve die je net noemde. Ja, precies. Zo is het inderdaad, vooral in de ontwikkeling is het om de balans goed te vinden. Een andere uitdaging is ook wel echt betrouwbaarheid. Dus een platform dat bestaat vanuit een community, vanuit mensen die daar bezig zijn. Nou is het zo dat in het begin heb je nog weinig mensen die daarmee bezig zijn. En dan twijfelen gebruikers of ze het wel echt kunnen vertrouwen. En dat is in het algemeen wel iets bij platforms wat een punt is waar in het begin snel gestruikeld over kan worden. Dus dat er weinig reviews zijn, dat er nog weinig gebeurt. Ja, bij jullie ook nog zo? Heel weinig reviews? Ja, dus dat er nog weinig gebeurt op het platform. Ja, dus dat is wel een uitdaging. Wij weten dat het betrouwbaar is en wij houden alles in de gaten. Het aanbod moet op een bepaald niveau zitten. De betrouwbaarheid is een ding. Wat nog meer? Om als platform echt verder te kunnen groeien, moet je dus vooral echt genoeg gebruikers hebben. Dus dat is de marketing waar je net naar vroeg, hoe je dat gaat doen. Ja, dus die betrouwbaarheid die komt samen uit gebruikers, maar ook willen mensen zien dat er echt wat gebeurt. En daar proberen wij op verschillende manieren mee bezig te zijn. Dus laat zien dat we er zelf ook hard mee bezig zijn. Zo zijn we ook begonnen met een blog. Daarmee proberen we echt informatie te bieden voor ouders. Dat is ook iets om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk wat gebeurt op het platform. Dus dat is iets anders voor platforms waar wat belangrijk is dat er echt gebruikers komen. En die eerste stap naar een bepaald aantal gebruikers, dat is wel een lastige stap. Ja, en eigenlijk gaat het daar over het kip-ei-probleem, hè? Want je hebt vraag en aanbod. En er komt, als je geen aanbod hebt, komen mensen ook niet die vraag hebben naar het product en andersom. Ja, ja. Hebben jullie daar iets slims op kunnen bedenken, zeg maar, om dat probleem te verhelpen? Want we hebben hier met enige regelmaat platforms. Bijvoorbeeld eentje die we recent hadden, om even een voorbeeld te geven waar ik op doel. Die ging over gevonden voorwerpen. Ja. En dat heet I Lost. En bijvoorbeeld hotelketens en stadions, et cetera, waar gevonden voorwerpen zijn. Ik zei namen eigenlijk de zorg weg voor die instellingen. Ja. Door een platform aan te bieden waarop vraag en aanbod elkaar kon vinden. Een busbedrijf kon in de bus zeggen van, ben je iets kwijt? Ga dan naar I Lost. Zeg maar. Ja. Ze losten een probleem op voor één van de twee partijen. Ja. Waar zoeken jullie de oplossing om dat kip-ei-probleem te verhelpen? Ja, nou, wij willen nu meer die oplossing zoeken op de huidige alternatieven. En dat is eigenlijk een project wat we net gestart zijn. We zijn nu dus, we hebben de afgelopen weken, zijn we best wel hard gegroeid. Dus sinds we nu anderhalve maand online zijn, zijn we redelijk hard gegroeid via Facebook. Maar we zien eigenlijk dat heel veel ouders ook op Instagram bijvoorbeeld bezig zijn. En dit doen zij meer op eigen initiatief, terwijl het via ons een stuk handiger kan. Dus eigenlijk is nu een volgende stap hierin is deze ouders benaderen om te kijken wat hen precies op Facebook trekt. Of Instagram trekt, sorry. Dus dat is eigenlijk de volgende stap voor op dit moment echt de truc. Nou, daar zijn we mee bezig. We zijn verschillende manieren aan het onderzoeken. En
Zo vinden we best wel wat manieren. Maar ja, we zijn zelf van mening dat we verschillende kanalen moeten hebben waarop ouders kunnen binnenkomen en ons kunnen vinden. Johan Schaap vraagt via Twitter. Aan het begin was hij onder meer door jou getriggerd. Hè? Je hebt verteld, jullie zijn vanuit je studie begonnen. Ja. Je hebt sommige mensen die worden zeg maar als een soort van ondernemer geboren. Hè? Die hebben dat in hun genen zitten. Bij jullie was een belangrijke trigger de opleiding. Zijn vraag is, was je ook ondernemer geworden zonder deze opleiding? Of bewijzen jullie dat je ondernemerschap ook daadwerkelijk op school kunt leren? Ja, nou is het eigenlijk zo. In ons geval was dit niet een verplicht onderdeel van de studie. Wij hebben er allemaal vrijwillig voor gekozen om dit te doen. En ja, eigenlijk was het dus meer een heel handige manier om binnen een studietijd echt iets daadwerkelijk op te kunnen zetten. Ja. Dus ja, het is eigenlijk niet zo dat wij vanuit een verplicht onderdeel van studie iets moesten gaan doen en toen leuk bleken te vinden. De weg was toch wel andersom, dus wij wilden allemaal iets met ondernemen doen. En dit was een heel fijne ondersteuning die we vanuit de universiteit konden krijgen om dat echt verder te brengen. Dus ja, dat komt ook wel weer terug met het begin, dat het niet per se een studiegrap was of iets. We waren er al vanaf het begin serieus mee. En ik kan ook voor de andere jongens spreken dat we hier al langer ambities voor hadden om zelf iets te starten. Hey, als onderdeel van zo'n studie zal het ongetwijfeld ook zo zijn, want dat doe je namelijk normaal ook als je met een start-up begint en je idee gaat valideren, ga je ook een concurrentieanalyse maken. Ja. Dat doe ik ook altijd gelijk bij mensen die hier aan tafel komen. Ja. En dan kom ik echt 5, 6, 7, 8 verschillende online winkels van kinderkleding tegen. Ja. Merkkleding, tweedehands en alle soorten en maten en variaties. Waarom ben je dit toch gaan doen? Dat is vraag 1. Vraag 2, waarin onderscheiden jullie van al die anderen? Inderdaad, we zijn eerst begonnen met valideren. Dus dat was vooral spreken met heel veel ouders. En toen merkten we dus eigenlijk dat ouders hier wel mee bezig waren of hier mee bezig wilden gaan, maar niet tevreden waren over de huidige alternatieven. En huidige alternatieven waar ouders zich van elkaar kunnen kopen, dat zijn eigenlijk vooral Marktplaats of Facebook. En dat zijn dus eigenlijk in dit geval de competitors waar we vooral naar hebben gekeken. Vinti Kids, online tweedehands kinderkleding, Aapnoot Mies, online tweedehands kinderkleding, kleertjesdoos.com, Mijn Jouwers, Kazoo. Dan heel veel winkels die nog een webshop hebben. Ik word er echt mee doodgegooid. Dit zijn allemaal webshops die toch wel echt iets anders doen. Wat doen ze dan anders? Dat zijn webshops waar ouders een zak of een doos met kleding naartoe sturen. Ze krijgen hier een bedrag voor terug. Dat is alleen maar, daar wil ik namelijk ook nog een vraag over stellen, kleertjesdoos. De anderen hebben ook dat marktplaatsprincipe. Vinti Kids bijvoorbeeld, die werkt ook met het principe dat zij de kleding selecteren, fotograferen en verkopen. Ja. Kazoo is een bedrijf vanuit België, maar die richt zich ook echt op volwassenenkleding. En een bedrijf dat dit alleen tussen ouders voor kinderkleding doet, dat bestond nog niet echt. Dus de marktplaats van de kinderkleding. Dat is heel duidelijk omschreven, want er zijn wel platforms waarop dit mogelijk is. Dat is Kazoo, Marktplaats, Facebook. Nou, Kazoo is dan in Nederland niet zo heel erg groot. Dus daarom hebben we vooral naar Facebook en Marktplaats gekeken. Daar hebben we vooral ouders over gesproken. En daar zagen wij grote punten waarin we echt wel een verschil konden maken. En dan zijn er ook andere webshops. Dus daar sturen ouders kleding naartoe. Het verschil is dat ouders dan maar een heel klein percentage van de kleding echt krijgen. Dus die houden er zelf weinig geld aan over. En andere ouders die dat weer minder persoonlijk vinden om het daarvan te kopen, die het weer leuker vinden om onderling te kunnen kopen. Ja. Dus wat wij bieden is echt dat ouders kunnen onderling kopen. Verder wat ons onderscheidt, dat is dus vooral wat wij de hele tijd terug te horen kregen, is dat Marktplaats en Facebook zo'n chaos is. Je kan er tafels kopen of laptops of kasten, van alles. En ouders konden heel moeilijk echt vinden waar zij naar op zoek zijn. En daarom hebben wij een platform opgericht wat zich echt alleen focust op kinderkleding. Dus als een ouder bij ons komt kijken, dat het zo makkelijk mogelijk is om echt iets te vinden en te filteren naar iets wat die ouder wilt. En op die manier niet eerst door de auto's of door de tafels of door de kasten heen hoeft, maar gelijk kinderkleding kan vinden. Dat is één punt. Een ander punt wat we veel terug hoorden komen, vooral over Marktplaats, dat zij het toch wat onpersoonlijk en onbetrouwbaar vinden, omdat het dan over kinderkleding gaat.
En daarom willen wij een community die echt alleen op ouders gespecificeerd is. Nou, en daar hebben we het al eerder over gehad. Review systeem, wat hier aan bijwerkt. Persoonlijke profielen waar ouders meer informatie over zichzelf kunnen geven. Ja, dat zijn punten die dan verschillen op Marktplaats. Op Facebook is het natuurlijk wel weer persoonlijker. Maar daar wordt niks gecontroleerd. Dus de kwaliteit niet, maar ook niet of iemand daadwerkelijk de kleding opstuurt of het geld overmaakt. Nou, dit zijn punten waar wij op beveiligen en waar wij op kunnen verzekeren dat het goed gaat bij de ouders. Je zei, je moet zeg maar, die paar miljoen moet in jullie platform rondgaan voordat het interessant genoeg is of dat voldoende oplevert zodat jullie ervan kunnen leven. Hoe komen jullie rond in de tussentijd? Nou, in de tussentijd hebben wij bijbaantjes waarmee wij geld verdienen. Op het moment is het platform nog lang niet winstgevend. Dus van een platform kunnen wij nu niet leven. Daarom was het fijn dat we het tijdens de studieperiode konden doen. Nu is de studieperiode voorbij en zijn we er nog wel heel hard mee bezig. Dus moeten we onze tijd zo goed mogelijk verdelen dat we inderdaad nog wel onszelf kunnen onderhouden. Maar het zal nog wel een tijdje duren voordat het platform winstgevend is. En hoe hebben jullie de investering bij elkaar gebracht? Want het is ook natuurlijk niet goedkoop om een technisch platform neer te zetten. Ja, nou is het zo dat een van ons drieën, Julius, heeft een technische achtergrond. Dus die heeft eigenlijk het hele technische gedeelte helemaal zelf gedaan. Ontwikkeld. Okay. Dus daar hebben we eigenlijk niks van een investering voor nodig gehad. voor een kleine investering om mee te beginnen voor de marketing. Daarvoor hebben we meer in onze omgeving gekeken. En dat is een heel klein deel meer, of een klein begin om meer mee te kunnen testen wat werkt en... eerst met het valideren, is er interesse en waar is precies interesse voor? En dat zijn we nu aan het gebruiken om meer te kunnen testen met welke manieren het beste werken om zoveel mogelijk ouders naar ons platform te krijgen. Half uur is toch alweer bijna voorbij, Stekel. Ja, normaal gesproken koop Stekel altijd dat, maar we hebben geen kinderen in de doelgroep. Dus je kan dit uur, dit half uur geen... Geen omzet. Geen omzet. Ja, wie weet. Ik ga zo meteen met spanning op mijn mobiel kijken of er nog wat is gebeurd. Ontzettend bedankt. Heel veel succes ermee. Mooi verhaal. Mooi verhaal. En goed initiatief. En vraag waar we nu niet op komen, maar die ik nog wel interessant vond van Johan Schaap ook. Die zei van oké, één ding is al die kleding die nog allemaal heel erg... mooi in goede staat is. Maar als je het hebt over duurzaamheid, wat gaan we doen met al die kleding waar een gat in zit? Gaan we het een andere keer over hebben. Jullie bedankt nu voor het kijken. Je weet, zoals altijd bedanken wij de biersponsor. Dat is Bier & Co. Het bedrijf dat zorgt voor de hosting van de website is PQR. Jetstream uit Groningen zorgt voor de livestream. En we zijn iedere week weer te gast bij Freedom Lab in Amsterdam. Kijk je live, blijf kijken. En anders weet je dat ons totale archief on demand te raadplegen is. Dag.